Nou Guy, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Nou, kelder loopt onder water. Ik verzuip, het is pompen en verzuipen, als het ware. Want het is hopeloos, ik ben op mijn rug gegaan. Ik mag het niet zelf tillen meer van iedereen. Dus dan heb ik gelukkig af en toe, zijn er een paar bevriende slaven bereid om mij te helpen met en wat kinderen en zo, weet je. Verwante slaven dus, die dan af en toe een beetje putjes uitgraven of me helpen met die dingen. Ik moest het dak, dat was eraf gewaaid, dat moest ik erop zetten. Er is grondwater dat omhoog komt en wat blijkbaar, niemand weet precies wat komt, maar dat blijkbaar omhoog spuiten. Ik moest improviseren. Ik moest 3 pompen repareren en een pomp erbij kopen en hier continu pompen. De trap was doorgerot, die heb ik ook gelijk even vervangen. Wel mooi uit. Dat, Oker, hè, dat is dan wel weer goed. En met heel veel dat de voorzienigheid ook voorziet in de juiste materialen. Precies passend maar. Van pomp, moet je kijken. Toevallig, hè? Er is niet over nagedacht. Maar zo gaan we met alles. En dan, nu komen we, wacht, het nieuws is dat het water in je zand ook klei heeft. Dat betekent dat het echt goed water is en dat de klei de boel nog meer verstopt. Dat is een soort. Een soort melk. Melk, ja, het lijkt net melk. Nou kijk, heb ik dus. De melkoverstroming gehad. Die dam heb ik eerder ooit gemaakt, want eerder zijn die overstromingen geweest. Het was ooit tot hier. Toen dacht ik, weet je, het was ooit 2 keer helemaal overstroomd. Ooit tot hier, daar doen we nog een laagje bij. Maar de laatste keer kwam het tot hier. En het was alleen maar omdat 2 man mee hielp met hozen. En de weergoten zeiden op een gegeven moment, het is goed zo. Maar als het een uur langer was, dan was het toch overheen. Ondanks 3 pompen en 3 mensen hozen. Dus toen dacht ik van, dit gaat vaker gebeuren. En nu ook met dit soort grappen erbij, moet ik gelijk alles in één keer doen. Ik heb dit verhoogd. Het water moet ik, je moet het water heen, je hebt het bend like a reed in the wind. Je kan het tegenhouden. Dus als het komt, dan morgen komt de rioolservice, maar die kunnen alleen maar wat dingetjes doen. Maar ja, het zijn oude gresbuizen, ze gaan geen terugklappen. Ik moet je even laten zien, want ik wist niet wat het was. Huh? Gresbuizen. Ja, het zijn gewoon betonnen rioolpijpen. Weet je, dat heet dan een gresbuis. Maar die zijn natuurlijk al gescheurd in zo'n oud pand, dus dit, ja, verzakkingen. Ja. Nou, dat was ooit gecementeerd, maar door die stortvloed van een paar maanden terug waren die scheuren weer open. En daar was het ook al kapot opengebarsten. Dus, maar nu, dat was geen probleem, maar nu is die grond, zonder regen, is de grondwater te hoog in augustus. En dan komt het er toch uitgelopen. Misschien is er iets verstopt, misschien is het gewoon te hoog grondwater. Ik zie het hier gewoon stromen. Ja, en ik moet dus de hele tijd, dag en nacht, ik slaap dus ook niet. Ik slaap gewoon maar niet. Moet ik af en toe dat dit doen, de dompelpomp is weer niet goed. Moet ik dan hier kijken. Kom maar met de camera dan. Ja, wacht even. Mag ik op het plakje staan, via de microfoon best snel uit. Kun je nog de voetcare voor je slippers? Ja. Je hebt natuurlijk slippers. Ik denk dat sokken. Hier, kijk. Oh. Hier? Ja. Dat mag ik dag en nacht doen. Dat moet jij doen. Natuurlijk. Ja, die gaat het dan voor mij doen. Nee. Die slaven, die kinderen. Nou, die, niet s'nachts. Oh. Er zijn wel een paar andere slaven die s'nachts me helpen. Gelukkig wel, ja. De hele patiëntenvereniging komt langs. Dat was toch op zich wel, kwam goed uit. Jezus. En de hele tuin verandert in een soort. Maar hier is niks anders voor. Iets Ik ga dit nog uitwerken, maar daar heb ik nog slaven voor nodig. Want ik ben door mijn rug gaan en ik mag niet graven. Nee. Ik heb alles al vernacheld de afgelopen jaar met mijn rug. Dus dat mag ik echt voorlopig echt niet meer doen. Want ik ben hier vorige week als een soort met ambulance naar binnen getild. Ze moesten me recht zetten en toen kon ik op een gerilla manier mijn knokkels zelf. Ik heb nooit last van mijn rug. Nee, ik trap af, maar ik moest alleen eventjes omgekeerd worden door een grote kerel van de ambulance dienst. Ze vonden het trouwens wel heel fascinerend hier. Ze zeiden, we maken veel mee, maar dit hadden we nog niet gezien. Kijk, dus heb ik besloten heel het deltawerk aan te leggen in één klap. Daar komt nog een soort grindput met extra, met meerdere pompen. Plastic bak, grind, en daar met gaten, en daar weer grind. En diverse doppelpompen, die dan continu de tuin in pompen als het overstroomt. Maar ik moet er vanuit zijn, ik heb het gezien, er zitten echt duizenden liters per minuut stroom er binnen. Dus ik moet op alle mogelijke fronten moet ik verzinnen. Ik heb nu besloten, ik heb het hier verhoogd. Dat moet nog even gecementeerd worden. Dan gaat het water dat hierin komt, moet deze kant op. Dan komt hier, gaat het hier 2 buizen in. En deel ervan gaat in het zand. Het kan door het zand weglopen. Want er is ook, ik pas alle tactieken toe. Een deel kan in het zand. Een deel gaat op buizen heen. En dan moet ik de hoek om, want hier moet ik dan uiteindelijk de vloer doorlopen. Omdat daar eenmaal mensen hier doorheen moeten. Die gaan die buizen onder de grond en ook met een helling als het ware.
En dan moet ik hier een bak ingraven. Ook met grind, een soort zinkbak. De troep die meekomt, later dan kan ik hier als deze eruit halen, schoonladen. Stroomt de schoonladen door de pijp als er een pijp stopt. Ik moet gewoon een beetje zelf mijn eigen deltawerken gaan uitvinden. Terwijl ik eigenlijk nog niet eens de tuin in Merbelins College heb gedaan. En twee linkerhanden heb. Maar goed, dus dan gaat het hierheen. Dit blijft dan zand. Dit ga ik weer overdekken. Er zitten twee pijpen. Dan moeten we helemaal hier naartoe. Hier komen ook twee pijpen. Waarschijnlijk laten we een deel van de zand. Dan moet het onder de brandwerende muur heen. Dat is een brandcompartiment. Onderdoor. En aan de... Ja. Of ik het zand, ik zit te kijken, een deel gaat door buizen. Ik denk dat ik het gewoon bij buizen laat, dan kan ik het ook weer overdekken. Dan moet ik het hier onderdoor. Ja. Dan is het heel erg diep. Bijna de grond laat hij ook. Dan gaan we terug in de andere kant. Vandaar. Wat ga jij maar eerst even? Ja, 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 precies. Een beetje slippertjes. Ik heb nog de sokken. Oh, Manny, Tony en Jan. Hallo, hoi. Ja. En het oude plan was hier, maar dat zagen we in het verkeerd doorliep, dus het moet hier in gegooid worden. Toen waren mijn zonen bereid, verwanten slapen, hè. Kijk hier. Hier hadden we alle, om de stenen te verhogen, stenen uitgehaald. Hier heb ik heel veel oppervlak waar water in het zand kan weglopen. Jezus. Maar, voor de zekerheid, die buizen, die zijn op een gegeven moment al zo laag, die komen precies hier onderdoor. En hier moeten we hem alsnog ergens in, wat nog lager is. Waar dompelpompen diep genoeg zitten om permanent te kunnen pompen zonder dat ze droog staan, want als de lucht echt kapot. Die badkuip wordt ingegraven zo diep dat die pijpen hier precies boven uitsteken. Helemaal dompelpompen in al die brandslangen. Daar naar buiten de voortuin in. En, wat, en dan, dat bad zit op het steekt dan precies over het zand. Net erboven hier. En als het dan overloopt. Gaat het zand in en kan het ook, een deel kan dus gepompt worden en een deel kan in het zand weglopen. Ja, ja. En dat vereist nogal een precieze berekening, want de hellingen moeten precies goed zijn. Anders, en er moeten continu plekken zijn waar je dat slip eruit filtert, omdat het anders binnenkort toch weer dicht en heeft geen enkele zin. En vandaar. Dat is nogal wat werk, zo'n Tetris, miljoenen berekeningen, terwijl je eigenlijk hele andere dingen van plan was. Ja. Hele andere dingen. Ja. Toen roeide ik het klaar al met Boris, zei hij, we hebben je zeemansgraf al gegraven. We sparen ons €5.000. En dat is voor een uurtje werk. Ik pas inderdaad in, dat klopt. Goed, hè? Gewoon zand erover, als het ware. En niks zeggen. En misschien kunnen ze nog een paar jaar mijn AOW op, weet je wel. Maar jij was toch sowieso bezig met een soort van een ondergronds kerkhof? Ja, dat is hier. Dat is ergens anders. Dat is de andere kant van de dam. Dat is wat een nieuwe vorm van begraven eigenlijk. Ja, dat interessanter. De reden dat ik dit duurzamer. De reden dat ik dit moet doen is om te voorkomen dat het duurzame deel, dat het niet gewoon bederft. Ja. Dus ik bedrijf archeografie. Archeografie is dat je gewoon iets doet, wat bijvoorbeeld over 2000 jaar, kijk, voor deze generatie is het natuurlijk alles wat je nalaat of wat je doorgeeft, volkomen niet besteed. Dat snappen ze voor toch de rommelmarkt is dat. Ja, precies. Dat snappen ze toch niet, die symboliek en zo, die kennis van de oude. Dat maakt allemaal niet uit. Daar hoef ik geen illusie over te maken. Waar het om gaat, ooit, het is nu reductie, steeds minder kennis, mensen worden steeds dommer en dat maakt niet uit. Komt vanzelf weer goed, dat is de cycli. Ik kreeg vanzelf weer een neo-renaissance over 2000 jaar. Of mochten die IS eindelijk de boel overnemen, misschien wel eerder. Want dan krijgen we toch stiekem meer Aristoteles. Via een directe tussenweg toch alsnog terug. Ja, let wel. Misschien dat de Arabieren ons die renaissance weer kunnen versnellen. Zoals in de tijd ook gebeurde. Maar dan ook, als de archeoloog over in de neo-renaissance. Waarin man dan wel zeker dingen, de kennis van de oude wil begrijpen, dan moet er ook iets zijn om nog te vinden. En ik probeer zoveel mogelijk attributen en kennis van de oude te bewaren. Zodat als we dat hier opgraven, dat ze dan denken, hé, dat is leuk, inspirerend. Dan kan je die grote beker van kennis,
die mag je dan doorgeven. Dat is toch mooi? Mm. Beetje zoals de oude Egyptenaren ook hun chaos in tombes met allerlei reliquieën en attributen erbij voor later. Zijn wij archeografen? Ja, archeografen. En dat wil ik ook, want ik zie al te weinig ik zie zoveel reductie. En die databanken, kijk, dat is allemaal leuk en aardig, maar die databanken, dacht je dat die over 300 jaar nog, die data, dat is allemaal weg, geërased, is weg. Ik wil gewoon dingen die wel even, dat materieel, dat moet goed blijven. En dat is Utsi, ken je toch wel Utsi, die grens van Italië en Zwitserland in een stuk ijs gevonden. En hoeveel kennis hebben we niet uit dat ene lijk? Van die ene persoon, ja. Hoeveel kennis we niet, dus we weten eigenlijk hoe het ene lijk. Weet je, Utsi is een archeograaf. Hij is expres, heeft hij ervoor gezorgd dat zijn dorp ruzie kreeg met andere dorp, dat ze achter hem aangingen. Heeft hij ervoor gezorgd dat hij precies in de juiste gletsjerspeel viel en dat hij wist dat gewoon. Hij was een archeograaf, een kunstenaar dus. Ja. Utsi. Ja. Misschien wel de eerste, behalve die idioot van Lascaux, de Michelangelo van 30.000 jaar geleden, dat was er ook zo eentje. Maar die kon het ook niet helpen, hè? Nee. Die was gewoon dwangmatig. Dat is trouwens altijd zo. Je kan het eigenlijk helemaal niet helpen, het is gewoon dwangmatigheid. Maar soms is het ook grappig voor mensen over 2000 jaar. Niet nu, want nu stoppen ze toch. Nu zouden ze me bijna opsluiten. Zoeken naar een Pokémon. Precies, ja. En dan verklaren ze mij voor gek. Nou, het zal wel. Maar ga vooral die Pokémon-bal dan buiten maar zoeken in het luchtledige. Hè? Die vinden ze zeker niet terug over 2000 jaar. Die virtuele Pokémon. Wel, nee. Goed, dan gaan we even naar het deel wat wel bewaard moet worden. Waarvoor dit dus eigenlijk is. En waar ook meer licht is, hopelijk. Ja, ja. Anders kan ik niks zien. In principe wel. Hier gaat het door? Ja. Kijk, ja. Is nieuws gevonden? Ja. Kijk, ja. Kijk, ja. Kijk, ja. Kijk, ja. Bedankt. Hoi. Advies? Slaap. Opvang. Ja, precies. Het was namelijk, we maken er gelijk een. Een nachtje uit met de patientaire vereniging. Niet de patientaire vereniging, dat was heel gezellig. Moest wel, maar we hebben het toch zelf kunnen doen. En terwijl je toch allemaal linkshandige idioten, dubbel linkshandige idioten bij elkaar bent, dat het toch nog lukt, hè? Jawel. Hier begint het al een beetje. Ja. Doeg. Kijk, het is dat er wat troep zat. Als het klaar is, dan. Moet je voorstellen, als dit leeg is, kijk even hiernaar en projecteer het even door naar onder. Ja. Als je dan toch in de hoek moet staan, hè? De hele lage school heb ik dus ongeveer van 2 tot 2:30 in de hoek gestaan. Of liefst op de gang. Ik vond het ook niet erg, want ik vond het prima. Ja, veel beter. Zo'n klas was vervelend. Maar ik was waarschijnlijk te druk of zo. In ieder geval was het zo'n horstek, gaan we weer in de hoek staan. Toen dacht ik, als je dan toch in de hoek moet staan. Dit is een mooie hoek. Ik zou graag hier in de hoek willen staan, elke middag. Ja. Daarom heb ik ook maar eentje gemaakt. Dan kan ik leuk in de hoek staan. En dan moet je ook bedenken dat als je dan naar buiten wil, of het buitenhuisje, maar je wil niet naar buiten. Het is niet leuk buiten. Nee, het is gewoon een binnenbuithuis. Binnenbuiten. Ja. Nou, ik heb er één gemaakt. Oh, echt waar? Kijk, een binnenbuithuis. Nee, dit is voor de heren sauna, maar die is nog niet af. Wat graag. De heren sauna nog niet af. Voor de patiëntenlijn erin. Maar kijk, eerst even zien hoe slecht je eruit ziet. Narcissus, genoeltjes je uithond, ken je zelf. Maar ook dan dit duistere licht. Wat het helemaal suggereert, maar wat voor de rest heel onschuldig is natuurlijk. Het was gewoon wat experimenteren. Met stoothoeken, kijk. Voor de langeren onder ons. Leuk zo. Wat eigenlijk onderdelen van versterkers zijn, denk je wel. Dat vind ik echt lief. En het werd langzaam een soort van. Het was eigenlijk nog niet eens. Het is niet bedacht, hè? Het werd afgedwongen door het materiaal wat ik uit containers haalde van over de hele stad. Wat de voorzienigheid jou dus als het ware toebedeelt. En dan met dat materiaal moet je dan iets maken. Het past allemaal niet. Je moet miljoenen berekeningen maken. Alles is schots scheef. Alles is in een andere maat. Alles is een ander materiaal. Je moet het wiel 3000 keer opnieuw uitvinden. En dan komen er vanzelf, de voorzienigheid, ontwikkelt een heel universum voor jou. Dus dit is bijna eigenlijk de Ars Memorativa. Alle kennis. In ieder geval die van de jaren 70, vanaf 71, 79, maar je kan het ook doorberekenen door de hele menselijke kennis, zit eigenlijk in één beeld, in één visie, één visioen, heb je dan alle menselijke kennis, alle idioterieën die je maar kan bedenken, zitten in principe, als je heel goed oplet, hierin verwerkt. Moet je heel goed opletten, maar het gaat altijd om details, hè? Dus ik bedoel, let. In ieder geval, het begint, laten we zeggen, nog heel organisch, strandtentje, maar dan zonder zand, dat is vervelend. Inderdaad, het buitenhuisje, maar dan binnen, want je wil niet naar buiten. Dit is nog een beetje creabea, hout,
Dan hebben we nog even een strenge schoolmeester. Kijk naar die boze mond. God, grote godheid. Ja. Dus even een strenge de ingang van de Maison de Maître. Dat vind je dan maar zomaar. Het huisje is helaas, het stond een beetje even volgepopt, maar dat wordt alweer leeg. Dus je moet even hier kijken. Dit was dus een raam, ik heb er een deur van gemaakt. En dan op een gegeven moment, je moet die kier hier kijken. Dit ziet er heel organisch uit, maar eigenlijk was het gewoon, we wilden eerst één kier richten, maar het materiaal paste niet. En we hebben geen zin om te zagen. En dan ga je gewoon de hele nacht door, met steeds een stukje erbij. En op een gegeven moment maar het eigenlijk ook wel weer leuk. Een heel organische massa van blokjes hout, hele kleine vriendelstukjes. Nou, uiteindelijk is het waanzinnig sterk en geïsoleerd. En zit hier zelfs in één wand, dat zie je nu niet. Dat is een houten aanrecht. En dan hebben we een soort starttrek. Ik heb een stuk perspex gezaagd. Starttrek raampje in een formaat houten aanrecht. Wat nu een muur is. En waar het metalen zinkwerk in zat. Dat is natuurlijk zo'n starttrek raam met perspex in. Nou, dit wordt de ruimte voor Arthur als hij de ruimte met de meeste ramen. Als Arthur weer gitaar speelt, kan hij hier gitaar spelen. In een leuk jaren 70 strandtentje. Met het meeste licht eigenlijk. De enige kamer met echt ramen. Room with a view. Hij is de enige. We hebben drie. Hij heeft een deur en dat rode raampje. En dan hier een starter raampje. En dat in een kelder. En dat in een kelder, precies. Je moet zomaar denken. Als ze me vragen wat ik hier doe. Hè, ik ben eigenlijk aan het steeds dieper en dieper aan het gaan. Dat kan een harde darkness zijn in mijn eigen geest. Of het is in de grond. Ik zoek eigenlijk naar het licht. En die is helemaal niet boven. Die zit heel diep in de grond. Digging for the light, for the sun. Daar, dat ben ik aan het doen. Daar zit de zon. Daar moet je steeds dieper. Soms you just have to dig right in. Het is nou helemaal zo. Maar die andere zon is een valse zon. Ja? Wat mij door de maangodin wordt openbaard. Ja? Omdat dan in een door de zonnegod geregeerde wereld. Ja? Door te geven zonder voor gek te worden verklaard. Dat is best wel een opgave. Daarom zit ik hier maar. Voorlopig gaat het goed. Voorlopig gaat het goed. En dit is dan een jaar 70 tafel. Het begint dan. Die gaat dan maar. Ja, helaas. Dat moet maar omgekeerd. Ik ga hem niet wegdoen. Maar je kunt dan omgekeerd. Zo'n ezemol. Een soort absurdistisch tafel. Dan heb je toch inschuif. En dan wordt het hier allemaal wit kunststof. Zo'n 2001 Space Odyssey. Ik zal zo meteen aan de andere kant van de deur laten zien. Dat het gaat hier langzaam naar de latere Zuid-Europees, Portugees-Italiaans design. Space Age plastic. Dat zie je aan de andere kant beter, want het staat niet zonder troep. Maar dan gaat het hier steeds verder naar de duistere late zee. Nou. Gear. Met jongens, natuurlijk het marteljongenskamertje. Een cycloon B luikje, je weet maar nooit. Maar al dat kunststof, het strenge rubber rondom. Ook nog iets een leuke. Eerst een trommelui. Welke idioot heeft in godsnaam een hele wand staan kwilten? Ja, maar die zijn natuurlijk een geheim deurtje. Ja. God mag weten wat er in die pijp, door die pijp gaat. Waarschijnlijk ook een soort gas, dat komt dan hier eruit. Hier kan je getuchtig worden. En dan, hier zit ook weer dat duistere kunststof van Gear. Ja, ik zat er zo mensen die dat aan de andere kant goed zien. Maar dat is het andere parallele universum. We hebben twee parallele universum, dat zal ik zo uitleggen. Uh-huh. Daarover later meer dus. Nog even door wat opslag. Veel opslag. Ja, je moet wat nalaten, hè? Ja, ik begrijp het. Dus ik ben natuurlijk dwangmatig. En dan is dat handig voor de archeologen. Dat ze af en toe iets vinden van een dwangmatig iemand. Want dan kunnen ze meer dingen vinden. Ja. Dit is nog even onduidelijk. Ja, dit is nog even. Hier komt dan uiteindelijk deze piano. Dit wordt mijn bureau. Kijk, als je dan toch een bureau hebt, maak er dan een chic bureau van. Mooi hout heb ik. Die heb ik van het Koningsplein gehaald. Midden in de nacht met de vestmaak. Maar ik maak er ook de eerste boventonen reverb van. Dus een speaker en microfoon. Dan heb je zo. En als ik dan dit weer elektronische studio. En ik ook het signaal hier doorheen laten. Ja. Dan heb ik de eerste boventonen reverb, die ik tenminste zelf ooit van gehoord heb. Misschien dat iemand anders het heeft bedacht. Ik heb het zelf nooit ergens anders zien. Maar dan moet je wel heel anders stemmen waarschijnlijk. Nou, het is juist mooi. Gaat er vanzelf. Het gaat vanzelf. Je hebt die hele, je hebt 80 spring. Het zijn 80 spring reverbs in een andere. Ja. Dus het is heel. Je krijgt een prachtige, interessante. Het wordt gelijk ook een bureau. Ja, ik moet toch ergens zitten. Ik heb weinig ruimte en veel troep, dus ik moet het heel efficiënt benutten. Dit wordt nog helemaal dicht bekleed en deels opslag. Deze wand is helemaal porno, bruin, perspex. Hele wand, porno, bruin, perspex. Laten we wel wezen. Ja. Dan gaan we hier doorheen en dan wordt het echt porno. Je kan even in de spiegel kijken. Maar soms is het niet om aan te zien. Dan kan je het helemaal dicht doen met top op gordijn. Yeah. Ja, en kijk, wacht even. Krokodillenhuidje. Ja. Hier, de hele plafond is krokodillenleer. Oh.
Dat is hier allemaal niet. En dan een hakenkruis hier van de V&D-directeur. Ja. Oh, die heeft eigen functie gekregen eigenlijk. Die heeft eigen functie. Nee. Kijk, om het een beetje bij elkaar te houden. Ja. Steunt de boel. En als je dan, moet je in die stoel zitten. Als je in die stoel zit en dan omhoog. Dus net zit je in een soort baarmoeder. Of onder de buik van die boze krokodil. Ik ga even in die stoel zitten. Wacht even. Ja. Je bent in de baarmoeder. Of eigenlijk onder de buik van de moederkrokodil. En als je dan een beetje omhoog kijkt. Zo. En dan zie je ook alles een beetje in een soort microcosmos rond. Want afgeronde planken voor de speakers en zo. Dit voor de elektronische studio. Dan heb je het drumstel. Dit is eigenlijk... Dan heb je dus, ik kan die gordijnen ervoor doen tegen de reflectie. Ik kan ze wegdoen. Dan heb ik een doorkijkwand van bruin porno perspex. Met, omdat het gewoon alles dubbel op is, ook nog dubbel glas ertussen. Net als al die andere ramen, dat zijn 4-5 lagen van glas, perspex. Gewoon, dat kan. Ik had die platen, ik moet het maar gebruiken. Dat verzin ik niet. Dat de voorzienigheid dwingt het gewoon af. Ik heb onbedoeld een soort Notre Dame voor de verloren jongens, verloren zonen. Gecreëerd. Er komt dus ook een Mariakapel, dat is dan nog niet klaar, maar eerst worden de jongens getuchtigd, dat moet ook. Dat is nou eenmaal zo. En daarna is er altijd nog de onvolprezen maagd, om dan die verloren zonen, kom maar knul, toe maar knul, zoet maar knul. Mm-hmm. Hè? Even aan de lieve, warme, altijd vergeeflijke moederborst gedrukt te worden door de onvolprezen maagd. Dus er komt een, dat ga ik dan nu even laten zien. Daar komt het, dat wandelmuseum, daar komt het. Dat is voor mij. Even naar het andere universum, het parallele universum. Maar ik was hier wel eens eerder geweest, maar ik heb dit allemaal nooit gezien. Is dat, Ja, maar dit heb ik gewoon in een jaar psychose, in een jaar psychose gedaan. Kijk, als ik niet psychotisch was geweest, ja, dan was het niet gelukt. Kijk, psychose, je hebt het woord entheos in de godheid. Extase uit het zijn. Dacht je dat je dit, als je een beetje bij zinnen bent, dat je dit doet? Dat doe je natuurlijk niet. Dan ga je gewoon iets zinnigs doen. Je moet gewoon uit je zijn en in de godheid, om zo gek te zijn, om je door de godheid te laten geleiden. Want ik heb het niet bedacht. Ik heb dit niet bedacht. Maar het is een heel universum geworden. Ja. Alles valt vanzelf in zijn vorm. Mm-hmm. Plato. Hè? Die vormen die zijn er. En ik hoef het alleen maar toe te laten. Dan valt het vanzelf in de vorm. Dat is alles. Ik hoef alleen maar over te geven. Deliverance. Alle islam. Overgave. Dan valt het vanzelf in zijn vorm. Weet je? En het is heel stevig. Als een plantencel gebouwd. Reet is sterk. Want ik ben nogal geen... Techniek, maar gelukkig met biologie nu. En de planten zelf, en waar je druk, hoe sterker het wordt. Het ziet er niet uit, maar het is heel sterk. En ik heb wel eens klimaatcontrole. Geen schimmel, geen. Mm-hmm. Het is warmer, het is 23 graden als min 10 buiten is. Ik heb geen kachel nodig, alleen een paar lampjes. Heel geïsoleerd. Geluidsisolatie goed. Luchtcontrole. Het voldoet aan alle eisen eigenlijk. Behalve de officiële. Ja. Dat is het leuke. Of niet. Maar je moet vooral niet zeggen het adres. Want anders krijg ik gezeik. Stond aan de knikker. Dus dit mag dus niet bestaan. Hè? Dit mag niet bestaan. Nou ja, goed. Maar over 2000 jaar zullen ze me dankbaar zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat dit dan 2000 jaar lang behouden? Nou kijk, dit is, je hebt die grote speakers. Hè? Kijk, die daar. Moet je voorstellen. Zo'n speaker van 3000 inch. Als ik dan, daar pas ik best in de... die Neandertalers al, die deden hun doden in de vetushouding. Ja. Ik moet dan in de feutushang gelegd worden. Deze tijd ben ik al lang gemumificeerd. Dus dat riekt ook niet meer. Nee. Kan je hem gewoon inleggen. En dan word ik daar opgebaard. Dan kan je dus door een rode raampje zo kijken. Dan kunnen mijn kinderen wel een leuke entreeprijs vragen. 50 cent of zo. Ja, ja, ja. Kijk nou jongen. Het scheelt dus ook al die kosten. Dan lig ik opgebaard in zo'n speakerkast. In de feutushouding. Terug in de moederschoot. En dan, nou ja, goed. Nogmaals, dan ben ik zo gemumificeerd. Dat maakt dan allemaal niet uit. Dat blijft dan nog wel goed. Denk ik. Met deze klimaatcontrole. Daar heb ik ook rekening mee gehouden. Dat blijft gewoon goed. Het enige wat er moet zorgen, geen motten. Dat is het enige, dat ik hou niet van motten. Ik mag wel... Zelfs als ik dood ben, daar ben ik nog te veel Danny voor. Om dan dood wil ik toch nog steeds niet mottig zijn. Ik merk niks van beestjes, vliegjes. Nee, het is helemaal goed gecontroleerd. Dat is het juist. Daar ben ik heb een heel systeem voor gemaakt. Voor zo'n zongedroogde lucht uit de top van de gymzaal. Die door compressorpompen door het hele ruimte wordt gedaan. En luchtontvochtiger en allerlei... Je hebt volgens mij wel spinnen. Ja, er zijn een paar spinnen. Ja, een paar spinnen, meneer. Dat is niet zo erg. Die kun je niet paar muskieten af en toe meevliegen met jullie vangen. Goed, dan moet je even bedenken. Deze deur zit natuurlijk niet af. Even hier staan. Kijk, deze boze godheid. Dat is de vader god, hè? Die is altijd boos. Die is altijd... En de moeder godin die troost je. En de vader godin die straft je. Dat moet gewoon. Maar
je kan de bands die je wil eens komen oefenen, die kan ik zo laten. Maar stel, ik ga die deur pas op hier doen. Die kan maar op een gegeven moment ook hier die deur zo op slot doen. Dan kan ik zeggen van de ene helft van de band komt eerder. Ja, ze zijn hier aan het oefenen. En dan komen ze hun bandleden wel tegen, maar die van het Paralleluniversum. En het is altijd leuk om te zien hoe ze dan, hoe die noten toch net een fractie anders zijn in het Paralleluniversum. Weet je zeker dat je gestemd bent? Ja, kijk maar, in A. Maar ja, weten zij wel dat in het Paralleluniversum A 456 hertz is in plaats van 441, weet je? En ook aan bepaalde psychologische krachten. Ja, maar hij is toch normaal, nou heeft hij nooit zo'n knipperend oog. Hoe komt dat? Weet je, voor de rest lijkt het wel hetzelfde. En die andere bandleden gaan dan gewoon naar dit universum. En dat kan je af en toe mee spelen, hè? Zo weer. Nou, dan gaan we even verder. We gaan verder met het hele universum. Dat hele in één visioen, het hele menselijke geschiedenis van de jaren 70. Dan is wat Krebea. Hockey natuurlijk, hè. Laten we wel wezen. Een strenge godheid. Goed, dat moet er ook op bij. Dan porno. Ik bedoel, hoe kom je erbij? Beige pellets. Jezus. Maar goed, dat moet er dus bij. Dan nog even een Donald Duck avondje. Son of a duck, he's a disco duck. Son of a bitch, he's a disco freak. Nou, jammer dat lampje niet brandt, anders zag je hier een schimmige, blauwige wereld hier doorheen. Nog even herinneren aan die strandtent, het gaat vloeiend in elkaar over. Het loketje, god nog weten wat je kan krijgen. Je kan hier wat doorheen schuiven. Doet u maar een 2 gram koolruim. Zoiets. Ja. En dan gaan we naar de jaren 70 en we kijken, dan wordt het allemaal perspex. Het is vooral Italiaans, Portugees design. Het ging dus gewoon om heel veel transparanten met minimaal framework. En heb ik 8 uur over gedaan. In trance. De hele nacht. Om dus met die schroeven. Om dit helemaal recht te krijgen. Moest ik een paar schroefjes spannen. En heb ik 8 uur over gedaan om het precies recht te krijgen. En dan kun je zeggen dat is zinloos. Nee, dat is helemaal niet zinloos. Dat is esthetisch. En het, soms moet daar is een prijs voor. Dat moet gewoon kosten. Mm-hmm. Dan worden we weer wat strenger, dan worden de jongens weer even steeds staal aangewerkt. Aan de andere kant zit ons stuk mooi Japans hout, hard en warm. Maar dat daarover later misschien meer. Nog even deze deur dicht, dan zie je ook weer opnieuw die buitenaardse wezens die de boel komen overnemen. Ja. Kijk maar, we moeten aanbidden. En dan is er zelfs nog een bunkerkruis op toevallig. Maar aan het eind van deze martelroute heb je hier, ga ik dat gecapitoneren wat je net zag. Dat hier dan op je knietjes kan je gaan. Dubbel glas met een scheur erin, symboliek. Scheur in je ziel of in je hart. En daarachter heb ik uit een Afrikaanse kerk een kruis meegenomen die is gerenoveerd. En dan hele klein, wat heel klein, wie het klein niet eert. Een kleine Maria. Zo'n eentje in Portugal als Fatima, zo'n heel hysterische. Weet je, zo'n heel, en dan mag je dan de Maria aanbidden op je knietjes hier en dan komt een kapelletje. Een heel mooi kapelletje. Achter gescheurd dubbel glas, weet je wel. De verloren zonen zullen hier nooit worden afgewezen. Nooit. Er is altijd één plek nog. Eerst stuchteren, dan troosten. Dan gaan we naar het meer praktische deel van het parallel universum. Oké. Oh ja, kijk. Ja, hier dus. Dit is zeker archeografisch. Van archeologisch belang. Ik heb hier dus een privébibliotheek. Het is een enorme bende, maar Jezus. Als het geordend is, is het wat beter. Ik heb een privébibliotheek met een uitgelezen collectie boeken. Latijn, Grieks, taalkunde. Er zit er filosofie, Tweede Wereldoorlog, uiteraard. En andere geschiedeniszaken. Kunst, maar ook hele sexy reven natuurlijk. Decadenten, Frans, Engels, cyberpunk. Een heleboel Romaanse, in bijna uitgestorven Romaanse taal, zoals Ancien Français en hoe zeg je dat, in Oud-Portugees en troubadour poëzie in het Occitaans, dat soort grappen. Een uitgekiende collectie boeken, want dat papier dat gaat heel wat langer mee dan die databanken in Spitsbergen, die toch na de eerste beste zonneflash doorbranden. Hè? En bijvoorbeeld, gewoon om volledig te zijn. Oh, je hebt uiteindelijk ook gewoon een hele de SS die dus vrijwilligers voor het Oostfront zocht. Nou, ik kreeg een collectie. Dat is die verzameling waar je nooit op gevraagd hebt. Dat begint met één verjaardag van echt iets voor Guy. En andere zin had. En op een gegeven moment heb je een enorme nazi-paraphernalia. Maar ik heb nooit gevraagd om die nazi-collectie. Maar iedereen denkt, oh ja. Want ze hebben dat die ene verjaardag gezien. En de volgende verjaardag ziet iemand anders dat. En op een gegeven moment, als je zo door. Ik kan kamers vullen met origineel spul. Maar goed, het is uiteindelijk toch van archeografische waarde. Hè, kijk die knapen, hè?
Die heb je niet meer zo hoor. Nee. Die zijn allemaal pafferig van de chips en de cola en de games. En dit zijn hele andere games, zeg maar. Ja. Tug of war. Tug, hè? Dus, dus echt alles is helemaal compleet verbouwd gewoon. Ja, dit is dus een zwevende, hier nog wat master tapes, een zwevende ruimte van 4000 kilo. Inderdaad, een Griekse helm. Voor als ik een Italiaanse versie van Voi dell'arte totale, della guerra totale. Willen jullie de totale kunst van totale oorlog? Moet je wel die bril willen jullie, wilt die, wilt die de totale kriek? Ergens achterin vast. De Italiaanse versie van wilt die de totale kriek? Maar ja. Dan, die ga ik dan zelf schrijven. Stel je voor dat vielleicht braucht auch Italien eine Goebbels. Maar voor solch eine raffinierte en verräterliche kunst moet man een verräterliche und raffinierte Jude benutzen. Vielleicht gibt's doch eine in Römer Ghetto. Oder Venedig. Oder Turin. En dan gaan we terug naar het stadion. Want de futuristen hebben de macht gegrepen. Ja, niet Mussolini. En inderdaad, het Cittanova van Sant'Elia is wel gebouwd. Oh, wat een stad. In een octagon. En in het midden een enorme Novo Stadio Palazzo Olimpico. Waar dan die Italiaanse Goebbels, die ze toch gevonden hebben, het volk toespreekt. Roma, quo vadis. Italia, la Vergine violentata. Weet je wel? Senza piombo, non ha vittoria. Yes? Senza sangue, weet je wel? Het gaat je niet lukken als je niet de prijs betaalt. Mm-hmm. Luister jongens, laten we geen mietjes zijn. Laten we het vooral doen. Weet je wel? Liever één dag als een leeuw dan een jaar als een lam. Dat is van dat Duncio. Mussolini was natuurlijk degene die het allemaal afpikte. Maar het was gewoon een slappe zak. En daarom, de geschiedenis weten we verder allemaal hoe dat afliep. Waren de futuristen maar in die partij uiteindelijk. Maar goed, daar waren ze waarschijnlijk te gek voor. Het is slecht beheerd. Dit is dan weer een ruimte die uiteindelijk. Dat is iemand van de vereniging. Hallo. Uiteindelijk wordt het weer oefenruimte. Om her te maken met ook een deel van de piano als klankkast. En dan wil ik ook experimenteren met opnames waarbij ik dan met twee microfoons alles in één keer kan opnemen. Het is een heel ander soort opnametechniek, dus zo live mogelijk. Arthur, weet ik, die speelt totaal anders als het lampjeband van de recorder. Ik wil dat die maagdementen het kunnen vangen als hij weer gitaar speelt. Dan juist in die oefens, ik druk de knol niet door, hij speelt prachtig. En dat doen we dan gewoon zo tussen neus en lippen door. En dat zijn meestal de beste momenten. Mm-hmm. Want als we naar een studio gaan, dan dat gaat fout, weet je. Dat doet iets wel leuk, maar iets anders. En ik wou dat anderen toch ook proberen vast te leggen. Dus dit is dan het meest zwaar. Dit is 4000 kilo zwevend voor de, omdat het meeste heen gemaakt worden. Je kan dus ook een paar duizend watt dronen en dan. Dat is mijn enige meditatie. Dat is dan gewoon een dingend argument. Yoga werkte niet. En dat soort. Hypnose en meditatie. Het werkt niet. Het brein gaat te hard. Maar 2000 watt in B gestemd. En een keer drummen, ja. Dan kan ik eigenlijk hoe wij niet denken. Eindelijk. Hè? Eindelijk rust. Weet je wel? Mm-hmm. Dan moet het maar wat harder afgedwongen worden. Hè, die LP van de Sons, die eerste. Dat is gewoon alleen maar daarover. Dat is puur futurisme. Maar ook puur. Eigenlijk is het, mensen vinden het eng. Maar het is eigenlijk heel geborgen. Hè? This is mine. Your body is mine. Het is eigenlijk heel geborgen. Mijn persoon is totaal instrumenteel. Dat doet er niet toe. Mijn eventuele mystificatie en mythologisering is ook alleen maar instrumenteel. Sommige mensen zouden zeggen, het gaat om de status. Nee, dat gaat niet om. Dat is instrumenteel. Waar het om gaat is dat ik dat grote beker die mij gegund is, dat ik door kan geven. Want gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Daarom gaan we nu snel even hier. We hebben maar 4 minuten. Ja, we zijn al op 3 minuten nu. Ja, dan gaan we heel snel. Ik heb heel zo'n flits van oefenruimte die hier met bijdrage van de vereniging voor Schossen. En hier de kleinste studio van Nederland. Met alleen maar tapes en buizen. En hier neem ik op. En hier is de ruimtecompressor. Wie heeft er nou een compressor nodig als de ruimtecompressor is? Dat heb je helemaal niet nodig. Compressor is een reverb. Als je een natuurlijke compressie en reverb hebt. Ja. Dat was het. 4 minuten. En wou je nog wat zeggen tegen de mensen die vanmiddag lang zijn geweest in de galerie? En die zo is het niet. Ik kan ze alleen maar zeggen, jongens, jullie hebben niks gemist.